werk in de man, heb nooit tijd voor de dingen. Ik ben altijd met mezelf bezig. Maar sinds dat ik kinderen heb en een vrouw, moet ik niet alleen aan mezelf denken. Maar ik heb het zo druk met de dingen. Mijn vrouw zegt altijd, wanneer gaan we niet zo leuks doen? Mijn vrouw zegt altijd, wanneer heb je tijd voor mij? We zijn nu een gezin, ik moet mijn grenzen weten. Maar ik ga me door met werken. Ik verdien miljoenen en krijg er niet genoeg van. Het is net op het geld. Mij helemaal opslokt. Ik weet niet wat ik moet doen. Ze raden me aan om in therapie te gaan. Samen met mijn vrouw. Samen met mijn vrouw. Samen met mijn vrouw. Maar ik ben de oorzaak. Niet zij. Zij zorgt voor de kinderen. Zij zorgt voor de kinderen. Sommige mannen vergeten het wel. Hoeveel werk het is. Wat de vrouw in huis moet doen. Dat vergeten de mannen. Je neemt een biertje daar. En komt weer laat thuis. Maar het eten. Staat in de magnetron. Wat denk je nou? Dat de vrouw gek is. Ze is geëmancipeerd. Ze weet wat ze wil. 72 jaar geleden waren er van die mannen die echt dachten dat de vrouw niks kon. Maar dat heb je fout. Dan zie je het allemaal. De vrouwen klimmen af en komen aan de man en doen het beter dan de mannen. Ik kan het zeggen, ik ben een man, ik zie het om me heen. De vrouwen hebben hun eigen bedrijf, we weten de succes van te maken.